het is nu tijd om concreet te worden, om deze afvalcrisis en deze bestuurlijke crisis serieus te nemen en laten zien dat u als wethouder ook daarin uw verantwoordelijkheid neemt. Er zou volgens bronnen al weken onderhandeld worden tussen het AEB, recyclebedrijf Beelen en de gemeente. Beelen zou het AEB overnemen en de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. Wethouder Marieke van Doornink zei gisteravond echter dat er nog geen sprake was van een deal. Er ligt geen onderhandelingsresultaat. Er ligt een letter of intent van een partij samen met het AEB en niet samen met het college. Opvallend, want verschillende ingewijden laten vandaag desgevraagd aan AT5 weten dat de overeenkomst van koop al klaar was. Er zou alleen nog een handtekening van de gemeente nodig zijn. Ook Kok zelf schreef woensdag in een brief aan de gemeenteraad dat het plan klaar was om geïmplementeerd te worden. Het is concreet genoeg om het te implementeren. Dat staat toch volledig op gespannen voet met het feit wat u nu zegt en het verstoppertje spelen wat u nu aan het doen bent. Die brief is een persoonlijke brief van de heer Kok aan de burgemeester en ook aan de gemeenteraad. Het is geen collegebrief en daar kan ik dus ook geen oordeel over vellen. Ik ga niet over de persoonlijke brieven van andere mensen. Het stadsbestuur kiest in plaats van een deal met Beelen nu ervoor om te onderzoeken of AEB ondergebracht kan worden bij de publieke afvalverwerker HVC. De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van die keuze. Meerdere oppositiepartijen willen echter straks zelf al de keuze kunnen maken tussen Beelen of HVC. Om die keuze te maken willen ze weten wat er besproken is. Ja, anders voel ik mij heel eerlijk gezegd totaal niet serieus genomen. En dat zou ik buitengewoon kwalijk vinden. Als er een bod ligt, of een letter of intent, die kunnen wij niet delen. Daar zit bedrijfsgevoelige informatie over een partij in. Het zou heel raar zijn als ik als overheid bedrijfsgevoelige informatie van een specifieke partij aan derden zou geven. De eigenaar van het bedrijf laat aan AT5 weten niet inhoudelijk te willen reageren omdat hij zich van de gemeente aan de geheimhouding moet houden. Wel vindt hij het geen probleem om bedrijfsgevoelige informatie te delen met de gemeenteraad, maar dat kan hij vanwege diezelfde geheimhoudingsplicht alleen doen als de gemeente er zelf om vraagt. Volgende week woensdag buigt de gemeenteraad zich over het plan van het stadsbestuur. Wij zijn echt zeer zeker niet tevreden. Ja, het gaat een boeiend debat worden in de raad. Dit is nog niet klaar. Nou, ik zou bijna zeggen, het is net begonnen.